ben ik weggereden zonder dat hij aanstaat. Hey jongens, alles goed? Mij gaat het veel goed, een beetje goed. Dus wat gaan we vandaag doen? We hebben de Peugeot Fox helemaal in elkaar. En dan gaan we het frame erop zetten. En dan kijken als hij loopt. Ik ben echt benieuwd. De Aerox. Zou geen Aerox zijn als hij niet soms kapot gaat. Aerox gaat altijd een beetje kapot. Dus hij lekt een beetje benzine. En hij loopt een beetje slecht. Ik denk dat... Hoe zeg je dat? De benzinekraan die lekt. Dus dan moeten we een nieuwe bestellen. Dan moeten we daarop wachten. Maar hij loopt een beetje slecht. Als hij koud is, loopt hij goed, trekt hij goed. Maar als hij warm is, loopt hij niet zo goed. Dus ik denk dat we gaan kijken naar hoe het komt dat hij zo slecht loopt. Ik denk zelf de choke, maar ik weet nog niet zeker. Dus we gaan de elektrische choke uit elkaar halen. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus ik ben best wel benieuwd naar hoe dat werkt. Laten we naar de werkplaats toe gaan. Dan gaan we dat ding uit elkaar halen. De choke. En dan kijken als die Peugeot loopt. Die Peugeot Fox. Ik ben echt benieuwd of die goed loopt. Ja, ik denk niet dat die goed loopt. Maar we moeten de sproeien nog afstellen. En we hebben heel veel olie in het blokje gedaan om te smeren. En eerst moet je de eerste 5 minuten moet je even gas geven. Er komt veel rook uit de uitlaat. Ja, het loopt in het begin niet goed. Maar je moet even spoelen, zeg maar. Ja. Let's go! Yo, daar zijn we weer. Welkom in de werkplaats. Dus ik was weer bezig met de Peugeot Fox. We hebben een paar dingen gedaan. We hebben het onderstel eronder gedaan. Middenbok, zijstandaard. De schok, breker, schok, temper, veer, hoe je het wil noemen. Carburateur, die hebben we geultrasoond. We hebben het hier ook een beetje gepolijst. Spruitstuk van de inlaat ziet er echt mooi uit. Echt, we hebben gepolijst. Het hele blok kun je zo mooi uit laten zien. Hebben we niet gedaan, want ja, ik zei al eerder, je rijdt elke dag mee, dus dat blijft niet lang mooi. De carburateur hebben we in de ultrasoon gedaan. Dat is een grote bak, dat is een machine met een vloeistof erin. Doe je de carburateur erin of iets wat je schoon wil hebben, zet de machine aan en die trilt met een bepaalde frequentie. En door die frequentie, door die trillingen, gaan alle veldeeltjes gaan los. Dus alle kanaaltjes dat verstopt zitten, die gaan weer langzaam weer open. Dus dat is echt geweldig en het ziet er ook mooi uit. Dus dat ziet er echt een stuk beter uit, hè, dat die carburateur zo schoon is. Ik vind het echt mooi om te zien. En die, dat spruitstuk, die inlaat, ziet er echt super mooi uit. Damn, dus daar is Frankie wel blij mee, hoop ik. Zo hebben we wat problemen ermee. Ik was een eigen kabelboom maken, want hij heeft geen kabelboom. Of ja, hij heeft wel een kabelboom, maar hij is helemaal aangekloot. Dus ze met duct tape vast en zo, dus ik moest een eigen kabelboom maken. Heb het gedaan, maar ik kon geen schema's vinden van een Peugeot Foxblock. En dat kreeg ik gewoon niet goed. Ik denk dat het contactslot maar aan het kloot is. Dus als je contact uitzet, dan pakt hij de vonk weg. En als je geen contactslot erop hebt zitten, krijg je natuurlijk geen vonk. Dus probeer ik dat te omzeilen, maar ik weet niet welk gaatje wat doet. Dus, want ik wou hem zo laten lopen. Dat vind ik echt vet dat je een brommer gewoon zo kan laten lopen. Dat ziet er echt waanzinnig uit, die heb je uitlaat. Die heeft Frankie zelf gespoten, ziet er echt mooi uit, heeft hij echt goed gedaan. Maar schoenen toevoegen, geef je dan gas? Dat doen we met die AliExpress handvat. Die heb je even aansloten aan de carburateur. Dan kun je gewoon gas geven. Die staat hier gewoon zo. Ring, ring. Echt vet. Dus ik heb een probleem met mijn eigen scooter, die wat we helemaal hadden opgeknapt. Die we hebben gespoten, maat zwart met een beetje oranje. Hij loopt niet zo chill meer, trek langzaam op. En ja, ik denk dat het is, dat de sproeier is, of de choke, of de rollen zijn gewoon te licht. Dus dan gaan we even naar kijken wat het probleem is. Dus, let's check it out. Every time.
inlaatrubber is ook niet goed meer, zie ik. Ja, dat moeten we ook vervangen. Ik ga even alles uit elkaar halen. En dan kijken wat de staat is van alles. Ja, dat leek me een goed idee. Oké, dus we hebben de choke eruit gehaald. Hier is de elektrische choke. De choke. Wat voor een choke is dit? Dit is een PTC choke. Een positief temperatuur coëfficiënt. Ik kwam er niet op het woord. Dus PTC weerstand, wat betekent dat? Dat betekent dat de elektrische weerstand heel sterk toeneemt als de temperatuur toeneemt. Dus als de temperatuur toeneemt, gaat de weerstand ook toenemen. Je hebt ook een NTC. Een NTC is het tegenovergestelde. Het is een negatieve temperatuurcoëfficiënt. Dus hoe warm iets wordt, hoe minder de elektrische weerstand wordt. Dus bij PTC meer elektrische weerstand, NTC minder elektrische weerstand. Dus wat gaan we doen? Ik ga hem even uit elkaar halen. Kijk, als dit een probleem was, ik heb hem al uit elkaar gehaald. Dus ik denk dat dit een probleem was. Ik denk dat hij niet goed in elkaar zat. Misschien hebben ze eraan gekloden of zo. Dus of hij is blijven hangen. Dus ik ga hem uit elkaar halen en laat ik eens zien hoe dat werkt. Oké, dus we hebben hem helemaal uit elkaar. Wat is dit allemaal? Hier zijn twee contactpunten, plus en min. Er zit een extra element tussen dat warm wordt als er plus en min er doorheen gaat. Het wordt warm, ik weet niet precies wat voor materiaal het is. Als je het wel weet, zeg in de comments waar dat van gemaakt is. Dat wordt warm, dus je zet contact aan. Je start de scooter loopt. En dit begint warm te worden. Je hebt een stuk koper. Koper glijdt warmte echt super efficiënt. Dat is echt heel goed. Glijdt niet alleen elektriciteit heel goed, maar ook koper. Maar ook warmte. Glijdt warmte verder hier in dit blokje. In dit blokje zit een soort, wat is het? Een soort klei. Als het warm wordt, zet dat uit. Met een kwikmeter. Kwik wordt warm door de buitenlucht. Bijvoorbeeld 20 graden gaat de kwik omhoog. Dan wordt het 25 graden, gaat de kwik verder omhoog. Dus dit werkt een beetje hetzelfde. Alleen dit is van een soort klei, wordt warm en dan duwt hij deze hele kleine pin naar buiten toe. Oké, die zit hier zo in. Daar. En wat gebeurt als hij uitzet? Duwt hij deze pin verder naar buiten toe. Die gaat dan deze kant op. Dus dan duwt hij deze naald verder naar buiten toe. Dus dan sluit hij een kanaaltje af. Zal ik het schetsen? Ja, dit is beter als ik het ga schetsen. Oké, laten we eerst met even simpel beginnen. Dus je hebt een plus en een min. Hier hebben we twee elektrodes. Hier. Ik weet niet wat het van gemaakt is. Zeg alsjeblieft in de comments wat het van gemaakt is. Maar als je de stroom doorheen laat gaan, dan wordt het echt heel warm. Het is alsof een soort inductie is dat, met de warmteplaat. Dus je bijvoorbeeld sommige elektrische kookplaten en doe je pan op en zet je hem aan en dan wordt warm. Ik denk dat het een beetje met hetzelfde principe werkt. Dus dit wordt warm, geeft hij door aan het koper wat we hier eerder zagen. En dan geeft hij dat warmte geeft hij goed door, dus dit staat uit. En als die uitzet, wordt warm, duwt hij die pin verder naar buiten. En dit duwt zeg maar die naald verder door. Benzine knaaltjes gaat hij doorheen. En gaat verder naar de carburateur, krijgt het blokje meer benzine. Want als een scooter koud is of een motor koud is, wil hij meer benzine hebben. Een koud blokje wil meer benzine hebben. Of minder lucht, dat kan ook. Dus je hebt een handchoke, dat zorgt ervoor dat er minder lucht doorheen gaat. Of meer benzine, dat is verschillend met carburateurs. Als een scooter koud is, is het kanaaltje gewoon open. Dus er gaat benzine doorheen naar de carburateur. Gewoon even om simpel te houden, ga je niet te diep op in. Je ziet dat die naald de benzine doorlaat. Na 10 minuutjes of zo, zeg 10 minuten, zet het materiaal uit. Het wordt groter. Zodat het uitzet, doet hij de stift verder afduwen. Dus de stift zit nu hier ongeveer. En dan duwt die stift, duwt tegen de naald aan. Dus de naald, zijn naald zit nu hier buiten. Dus die benzinetoevoer is nu afgesloten. Er kan geen benzine meer naar de carburateur toe. Dus als die warm is, als de scooter warm is, loopt die met minder benzine. En dat is veel beter. Koud, meer benzine. Warm, minder benzine. Dus zo werkt een elektrische choke. Ik denk dat het beste is als we hem even gaan testen. Ja. Dus je ziet dat die naald naar buiten toe gaat. Hè? Echt interessant als hij warm wordt. Maar als hij koud wordt, gaat hij weer terug. Dus gaan we dat ook even uittesten. De naald gaat ook weer terug. Dat is echt super chill. Dus hij gaat naar buiten en hij gaat weer terug.
Dus dat is gefixt. Wat we gaan doen is, we gaan de scooter weer in elkaar zetten, hoe die nu is. Kijken als die probleem is opgelost of niet. Want je moet echt één ding tegelijk doen. Want als we nu de choke hebben gemaakt, weten we nog niet zeker. En het blijkt dat die niet kapot was. En we doen de sproeien veranderen. Ja, en we doen dit en dat. En ja, dan weet je niet waar je mee bezig bent. Dus je moet eerst één ding tegelijk doen met zulke dingen. Dus we controleren eerst de choke als we in elkaar zetten. Nog steeds hetzelfde probleem. Dan gaan we een sproeitje kleiner maken als het nog steeds te groot is. Is het nog steeds een probleem. En dan gaan we verder zoeken. Dus we gaan in elkaar zetten. Kijk hoe die loopt. Dus zijn we terug. We hebben daar een stukje mee gereden. Minimaal 10 minuten. En het probleem is niet opgelost. Helaas. Hebben we weer wat binnen van AliExpress. Super chill, kijk wat het is. Nieuwe handvat. Een verpakking en alles. Daar, kijk, mooi blauw. Voor op de Aerox. Waarom hebben we deze gehaald? Dat de kabel gaat zo naar buiten. Of naar onder. Of naar die kant op. En niet schuin, want ik kon de schakelaars niet goed plaatsen. Omdat die kabel tegen de schakelaars aankwam. Maar dit moet het probleem wel oplossen. Dat is super chill. Wat kostte dat? 8 euro of zo. Geen kabel, maar we hebben een kabel. Dus dit is echt super chill. Yo, dus we zijn op de racebaan. We zijn daar flink aan bouwen. Er komt een nieuwe Sligo. Of zoiets. Distributiecentrum. Ik heb een nieuwe choke erin gedaan en het ding loopt super. Ik snap niet wat het probleem was. Ik wist dat het een choke was, maar ik kan me niet echt meer voorstellen wat het probleem is. Die choke heeft zeg maar een naald en een bus eromheen. Het zou heel goed kunnen dat die naald versleten is. Dat die een beetje lucht doorlaat. Of benzine. Ik heb het een beetje simpel uitgelegd. Die naald zorgt niet ervoor dat er meer benzine komt. Maar ik heb het op die manier uitgelegd dat iedereen het snapt. Want als die naald omhoog is, krijgt hij meer benzine. Maar er zit een luchtstroming in de carburateur, waardoor hij open gaat en dan komt er meer benzine. Ja, dat is een beetje te ingewikkeld, dus ik heb het goed uitgelegd. Maar zo werkt het eigenlijk niet, maar dan is het een beetje om het simpel te houden. Dus dit is de racebaan, of was de racebaan. Ik moet nu een nieuwe plek gaan zoeken. Ik denk dat we nog maar een jaartje hebben. Dat we hier nog veilig hard kunnen rijden of hard rijden, testen. Echt jammer dat ze daar aan bouwen zijn, maar economie gaat voor. Banen is belangrijk. Banen voor alles. Meer werk. Dus ja, was leuk hier. Zolang het heeft geduurd. Komen hier nog wel vaker. Doordat die hele grote gebouw daar staat. Wordt echt super groot. Wordt dat. Distributiecentrum. Dus, maar ik ben echt super blij dat die Aerox weer goed loopt. Eens wat we nog hoeven te doen is de Arduino programmeren. Ik heb ze binnen. Iemand zei je moet een Arduino kopen met een USB erin. Dat is veel makkelijker. En die is ook best wel klein. Voor de benzinemeter. Dus dat komt allemaal goed. Yes. Dus voor het geval dat je niet meer zie. Tot de volgende keer. Dat is. Hey mensen, wat zijn we nu aan het doen? Zijn we aan auto rijden? Ik heb de camera vastzitten, dus ik ben gewoon legaal bezig. Je mag tegenwoordig ook geen camera op de, hoe zeg je dat, op de fiets hebben. Hè? Elke elektronische apparatuur dat je in je handen hebt, is verboden. Tegenwoordig 95 euro boete. Dus ik heb dat ding vastgemaakt aan het stuur. Dus we moeten nog shout-out doen. Naar Bram van Bentham. Met een Aprilia RS4 5cc. Echt vet ding. Ik wist niet dat ze die in een RS4-takt hadden. En dan hebben we Michael Khalifa met zijn, oh, even opletten. MBK Stunt 7cc. Echt een ding, man. Oh, hoi. En dan hebben we Thomas Buismans. Buisman. Hij heeft een Sim Orbit 2. Echt super goede scooter, zei dat. Ik had er eentje op gehuurd in Portugal. Maar die dingen lopen echt chill. 70 lopen die origineel. Dus ja. Oh, check dit hier. Deze zijn brandnetels, maar die zien er echt uit als wieplanten, gek. Yeah.